Zo, goedenavond allemaal. Ik ben er klaar voor. Oh, staat er weer wat in beeld? Mooi zo. Zo. Hallo, hallo. Alles ligt scheef. Kan ik niet tegen. Ik haal het toch zo weer weg. Ik zit ondertussen nog even lekker aan een bakje koffie. Is waarschijnlijk precies op. Iedereen stroomt een beetje binnen nu. Dus dat is mooi. Doosjes liggen scheef. Nou, ik ga lekker beginnen. Langzaamaan komen er nog wel mensen bij. Maar nou, we gaan vanavond aan de slag met de producten uit de nieuwe JMA-collectie van Studio Light. Die ligt van sinds vandaag in de winkels. En ik had de eer om daar deze week mee aan de slag te mogen. En ik heb deze kaart daarmee gemaakt. Die heb ik dan ook weer gemaakt met een standsmal van Studio Light. Die daar heel mooi bij past om mooie slimlijnkaarten te maken met bijpassende envelop. Dat maakt het dus wel heel erg leuk hier dat je hebt een envelop. En die, nou ja, daar past deze kaart dus prima in. Ik heb zoveel slimlijnkaarten zelf ook gemaakt waar eigenlijk geen envelop bij zat. Dus daarom ben ik wel heel blij met deze setjes met envelop nu. Kun je natuurlijk ook je eigen kaarten snijden en de envelop daarvoor gebruiken. Nou, we gaan met de zwarte inkt aan de gang. We gaan met distressoxides aan de gang. Ik wil jullie graag een aantal bijzondere penselen laten zien die ik hier voor me heb liggen. Waar je super gave dingen mee kan doen. En waarvan ik echt vind eigenlijk dat dat die niet in je collectie mogen ontbreken als je van dit soort dingen houdt. En nou, dat was het dan. Gaan we aan de gang. Sorry. Met een drietal kleurtjes van Daniel Smit. Die andere die heb ik hier. Ik heb ze eigenlijk hier in napjes zitten. Maar ik dacht ik leg de tube er even bij voor de sier. Dit moet even aan de kant. Dat ligt me in de weg. Ik ga vanavond werken op het A4 papier. Van D-Lines, het aquarelpapier, glad 200 grams. Je kunt ook 300 grams gebruiken hiervoor. Als je daar ander aquarelpapier, dat maakt niet uit. Ik ga even plaatsmaken, de spulletjes klaarleggen, zodat we lekker kunnen gaan beginnen. En ik kan jullie eigenlijk ook nog wel heel even een paar producten laten zien. Dit moet hier, anders kan ik er niet bij. Die ik dan ga gebruiken vanavond. Bijvoorbeeld deze stempelset uit de JMA collectie. Je ziet dat ik daarachter al wat dingetjes geknipt heb. Maar dat is dus deze stempnummer 19. Die gaan we gebruiken. Deze. Met de silhouetblaadjes. Stamp nummer 21. En deze die gebruik ik om wat achtergronddingetjes bij te maken. Waaronder deze leuke poststempel. Dat is nummer 20. Leuk om te vermelden dat volgende week in de nieuwe JMA-collectie zit een klein albumpje. Dit is een superleuk albumpje. Met voor journal albumpje. Met... En dan gaat er eens af. Een harde kraftkaft. Die je leuk kunt pimpen. Dat wil ik dus volgende week gaan doen. En met leuke vierkante 12 bij 12 bladzijden erin. In drie verschillende kleuren. Namelijk wit,
een zwart en kraftpapier. En dit zijn hele erg leuke albumpjes. Die, waar je van alles leuks zelf mee kunt doen. Voor de liefhebbers zitten er 15 witte bladzijdes in, 5 krachtbladzijdes en 5 zwarte bladzijdes. Volgende week is deze aan de beurt. Maar mocht je naar aanleiding van vandaag zeggen van nou, ik wil misschien wel iets bestellen. Dan zou je kunnen overwegen om dat albumpje ook even op te zoeken. Ik kan de link wel even in de chat gooien. Als het goed is, is het... Zo. Nee. Even kijken hoor. Ja, wel. 1, 2, op. Nou, in de chat, daar staat de link naar dit albumpje. De hele lijn, die kun je ook vinden op de website van de Hobby Complete Dive. Als je kijkt bij artikelen, dan staan ze bij nieuw 9 juli van vanavond. En alle spullen die ik bij de live heb gebruikt van vanavond, die kun je ook vinden. En die staan weer onder het kopje Facebook lives. Om te beginnen gaan we mijn ondergrond even neerleggen. Mooi groen is niet lelijk. Ik ga een vel papier pakken. Dat is ook wel handig. Kom hier, kom hier, kom hier. Wat ik dus gedaan heb is bij deze lijn zit ook prachtig designpapier, maar ik vind het dan stiekem altijd wel weer leuk om ook zelf iets te maken wat bij de kleuren van de lijn past. En ja, deze die heeft fantastische groene kleuren, daar hou ik echt heel erg van. Dat is aan mij goed besteed. Vond ik het leuk om een eigen achtergrondpapier hiermee te maken met Daniel Smit in dit geval. Wat ik als eerste doe is... jullie eventjes laten wachten. Ik spuit mijn achtergrond nat. En waarom doe ik dat? Omdat ik nu eigenlijk mijn vel papier daar alvast een beetje op vast kan plakken. Dat scheelt iets met het bobbelen als het nat wordt. Natuurlijk is het hieromheen nu nat. En ik ga nu de bovenkant ook nat spuiten. Goed nat. Niet zuinig doen. De helft trekt er ook nog in. En er mag een kleine plas water op liggen. Dan vervolgens heb ik dit fantastische penseel. Dat is een nieuw penseel van Da Vinci. Casaneo. En dan nummer 490 serie. En dit is de dikte nummer 2. Dit is echt een penseel met enorm lange haren. Om je te laten zien een vergelijking met een penseel wat ik doorgaans gebruik. En dan is het een penseel nummer 6. Dat is geen subtiel. Dat is op zich niet een heel klein maatje. Is als je kijkt naar de lengte van die haren. Moet ik ze wel gelijk leggen. Dat scheelt enorm. Dit penseel, dit nieuwe penseel, houdt ontzettend veel vocht vast. Hij is nu droog. Als ik hem nat maak, zit die bomvol water. En dat is wat we nodig hebben voor bijvoorbeeld het bestrijken van je achtergrond met water. Voor dit soort dingen, of het kleuren van een achtergrond rondom stempels, mag je deze eigenlijk niet missen. Waarom dan niet gewoon een groot plat penseel? Nou, wanneer je langs stempels kleurt, deze heeft een prachtig puntje. Dus je kunt hier ook hele kleine oppervlakjes mee bestrijken. Ga ik even die haar weg. En jullie zullen mij de komende tijd nog wel vaker met dit penseel aan de gang zien. Ik heb ook de nummer 0 hiervan. Ik ben fan. En je ziet dat doordat ik nu mijn blad ook aan de achterkant heb nat gemaakt. En hij dus op een plastic ondergrond vastgeplakt zit. Dat hij niet meer zo opbolt. En nee, daar word ik blij van. Want dat betekent ook dat mijn verf niet gaat opstropen. Beetje opbollen is helemaal niet erg. Dat mag duidelijk zijn, maar... Nou, mijn papier is nu nat. En hoe nat? Ik weet niet of het überhaupt te zien is. Maar het spiegelt. Zie je, er ligt echt wel een laagje water op mijn papier. Dat is wat we willen.
Dan heb ik mijn napjes nodig met Daniel Smit. Ik gebruik 3 kleuren. De eerste kleur is de Undersea Green. Ze staan ook allemaal bij de live van vanavond. Krijg je straks de link nog. De Buff Titanium en de Rare Green Earth. En die laatste kleur, die is echt geweldig. Die is echt alleen verkrijgbaar in 15 ml tubus. Dus niet in een kleine tubus. Maar ja, ik vind het wel een kleur die niet in je collectie mag ontbreken. En een kleur die, als je graag met deze lijn werkt, of met natuurlijke kleuren, ja, dan is die echt fantastisch. Maar dat gaan jullie zometeen allemaal zien. Ik heb ondertussen in de chat heb ik mijn of de link naar de producten van vanavond. Napjes heb ik nu flink nat gespoten. Slok koffie heb ik nodig. Zo, voordat ik ijskoffie heb. En ik pak nu een wat kleiner penseel als die hele grote natte. En gaan we aan de slag. Even kijken dat ik dit iets beter in beeld krijg. Zo. Dus dan heb ik nu het hele blad wel in beeld. Nou, wat ik ga doen is als eerste met de Buff Titanium. Dat is de crèmekleurige kleur. Ga ik gewoon vanuit mijn napje, die heb ik nat gemaakt, ga ik kleur aanbrengen. En omdat mijn achtergrondvel, even kijken of die nog nat is, want ik ben lekker aan het babbelen natuurlijk. En ik breng over mijn hele vel, breng ik die kleur aan. Kijk, hier is, is mijn papier wat droger, daar vloeit hij niet meer zo lekker. En nou is die weer nat. Mocht je papier weer wat droger worden, pak je de waterspray, spuit je erop. En ik breng daarmee eigenlijk een eerste laag met kleuren aan. Deze Buff Titanium is echt een mooie kleur. Heb je tubus, kun je deze zelfs direct gewoon uit de tube met wat water opnemen. Om te gebruiken. Zo, ik kan ook gewoon met een nat penseel even wat vlekken maken. Het is spelen met water en spelen met je verf. Zodat je een resultaat bereikt waarvan je denkt van ja, hier word ik gelukkig van. Dit vind ik mooi. En je kunt het ook nog in meerdere lagen doen. Deze 3 kleurtjes, dat zijn eigenlijk de kleurtjes die ik van mij uit bij deze lijn heb geselecteerd. Van de Daniel Smit dan. Met in het bijzonder die Rare Green Earth. Die ik er nu bij ga pakken. Wat ik nu overigens aan het doen ben, is in de natte vlekken van de Buff Titanium iets meer pigment nog laten lopen. Maar dat kunnen we straks nog verder doen. Want deze kleur, daar komen we nog wel verder mee. Zo. Ik spoel mijn penseel. Dit is trouwens voor... Dit is een gewone Da Vinci nummer 6. Dan de Rare Green Earth, waar ik het over had. Is een wat grijsgroenere kleur. Prachtige kleur. Ik zal hem uit mijn napje pakken. En die breng ik hier ook aan. En kijk hoe geweldig deze kleur is. En dan snappen jullie wel waarom ik zei, die past zo mooi bij de kleuren van deze collectie. Ook daarmee breng ik hem aan en het is de bedoeling dat hij lekker uitloopt in het water. En zo breng ik eigenlijk over mijn hele blad, blijkbaar ook wat spetters aan. Dat kan ook, hè. Je kunt ook gewoon zo uit je napje de boel laten spetteren. Kijk, hier ligt heel veel water, dus dan loopt mijn verf goed uit. En je kunt hem dus ook heel dik aanbrengen, met veel pigment. Je kunt in je vlekken die je al hebt, kun je kleur laten lopen. De randen van het papier maar vast even bedekken. Hier ook. Er mag ook best een wit vlak in je ontwerp of in je achtergrondpapier blijven.
Dat geeft helemaal niks. Kijk, je ziet dat hier mijn papier al droog begint te worden. Dus dan kun je dat lange penseel weer pakken, die nummer 2 van de DaVinci 490. En dan maak je weer de gebiedjes even nat. Of je pak je waterspray. Nadeel van de waterspray gebruiken is natuurlijk wel dat je kleur overal heen spuit. En je ziet deze Rare Green Earth, die granuleert ook mooi, waardoor je zo'n korrel effect erin krijgt. Nou, dat is niet iets wat je altijd per se wil in met aquarel. Maar wat je met achtergrondtechnieken, zoals deze, eigenlijk moet omarmen. Want dat maakt het nou juist zo fantastisch. Nou, dan gaan we naar de derde groene kleur. Ja, ik word ondertussen lekker smerig van mijn eigen geklieder, maar ik vind het ook wel iets hebben. De derde groene kleur is de Undersea Green. Die gebruik ik ook bijvoorbeeld als je veel stempels kleurt. Gebruik ik die graag voor kleur van een blad. Of een groene achtergrond. En kijk, die is een stuk intenser. Straks valt het allemaal reuze mee als je het eindresultaat ziet. Want alles droogt natuurlijk door vermenging met water ook weer anders op. Die kleuren die vloeien door het water, dus prachtig in elkaar over. Ga dus niet smeren en poetsen hier tot je mooie egale vlakjes krijgt. Dit zijn geen Primatec kleuren. Nee, absoluut niet. Dit keer zelfs. Dat, ik zal zo nog heel even dat penseel opnoemen, dames, die grote. Dat is de DaVinci 490 nummer 2. Maar ik zal het linkje ook even opzoeken dan. Voorkomt een beetje dat we steeds dezelfde vraag krijgen. Nou, kijk hoe gaaf deze achtergrond al aan het worden is. En dan heb ik er nog nagenoeg niks mee gedaan. Ik merk wel dat hij op een aantal plaatsen wat droog begint te worden. Net zoals hier vloeit hij niet meer lekker. Maar dat hindert niet. Want daar hebben we een waterspray voor. Zo. Ik vind hem hier niet meer mooi vloeien. Dus ik pak mijn waterspray, spray van een afstandje. Spray ik eigenlijk even op die vlekken. Niet van te dichtbij, want dan verspreid je je verf gelijk. Dan spuit je alles overal heen. Maar als hij dus niet meer mooi vloeit, even een waterspraytje. En dan gaat hij weer. Wat je nu kunt doen, is je kunt hem nu heel even laten rusten, laten drogen en een tweede laag aanbrengen. Ik ga lekker eigenwijs. Ik ga lekker nu de tweede laag al aanbrengen. Het effect is beter wanneer je hem heel even wacht. Ik droog hem heel even een klein beetje aan. Op sommige plekken. Ik ben geen voorstander van het gebruiken van een heat tool, omdat je papier daar zo krom van trekt. En dat vind ik zelf heel irritant. Maar ja, live is live. En we willen ook een beetje doorwerken natuurlijk. Dus wat ik nu heb gedaan is een aantal plekken. Er zit ook nog plassen genoeg op. Een aantal plekken droog gemaakt. Daar kan ik dus nu met die grote DaVinci nummer 2 490 weer een nieuwe laag water overheen zetten. Waarom een nieuwe laag? Dan vloeit die niet meer over in de onderlaag. Zie je, hier is het nog nat. En als ik hier nu met water inga, dan smeer ik hem uit. Hier is hij redelijk droog. En dan gebeurt er niks meer met die vlek. Maar ik kan er wel een nieuwe vlek op aanbrengen. Vind je dit een risicootje, omdat je niet goed kan zien waar je droog hebt? Pak je waterspray en spuit je de bol nat. Want ook dat kan altijd. Alleen spuit je dan ook weer in je gedeeltes die je juist wil laten drogen. Maar zo is, blijft het een beetje spelen. Nou, ik heb nu in mijn groen, dat wil ik eigenlijk nog eerst, in mijn groen toch nog iets meer groen. Donkere plekken aanbrengen.
Dat ga ik ook in de buff titanium doen. Maar ik ga met de buff titanium ook nog wat anders doen in die groene plekken. Die donkere plekken, die vloeien vanzelf weer uit. Dat heb je met water, dat gebeurt gewoon. Het regelt zichzelf. Lekker niks aan te doen. Dus we blijven niet van die donkere intense plekken. Maar dat hoeft ook niet. Ik neem nog een beetje van de Green Earth. Mijn favoriet van vanavond. En daar breng ik ook nog wat donkerder pigment van aan. Niet overal. Er mogen ook zeker die lichte vlekken in zitten. Dat houdt het interessant. Als je een egale groene massa ervan maakt, nou, dan is er weinig meer te ontdekken. Zo. Nou, nu ga ik naar de buff titanium terug. Die licht crème beige kleur. Breng weer flink wat water in aan. En ook daar laat ik in die vlekken die ik al gemaakt heb, nog wat meer van dat pigment lopen. Soms misschien nog een beetje in het wit ook. Waardoor je daar een wat meer laags effect krijgt. En als laatste ga ik er nog wat mee doen. En dat is namelijk dat ik kleine druppels van die buff titanium in de groen ga zetten. Tik mijn papier even aan. En dat worden een soort van die spotlightjes. Als dat opdroogt. Je kunt ook spetteren ermee. Even wat meer water pakken. Dan heb je wat minder controle over waar dat allemaal terecht komt. Maar dan worden ze ook wat klein. Als je zo je penseel laat zakken. En je laat wat druppen vallen van die buff titanium. In je natte verf. Kijk, als het droog dan werkt het niet meer. Maar die duw eigenlijk die groene pigmenten weer een beetje opzij. Nou, zo is het wel oké. Kun je weer in die highlights die je gemaakt hebt, datzelfde nog een keer doen. Zolang je verf nat is, zullen die plekken daarop reageren. En dit werkt met een lichtere kleur. Met water werkt het ook een beetje. Maar het is ook wel leuk als die kleur van ja, die lichtere vlekken daar dan weer in terugkomt. En zo kun je hier dus een hele gave achtergrondspielerij mee maken. Je kunt lekker doen wat je zelf wilt. Je kunt hier eeuwig meer pigmentjes in laten vallen. En dat maakt het ook leuk. Ik hou er heel erg van om op deze manier dus mijn achtergronden te maken. Geef toch iets eigens aan je werk. Dat ik ben zelf, ik vind de papier vind ik altijd prachtig. Ik heb ook uit de nieuwe JMA, ik kon me echt niet inhouden. Zo mooi is dat papier. Als we tijd over hebben, wil ik er nog wel wat mee laten zien. Spinazie met room, ja, zo kan je het bekijken. ik snap dat je het zegt. Dit moet droog. Hier gaan we nu even van afblijven. Die napjes, die zet ik even aan de kant. Die grote penseel heb ik niet meer nodig. Die mag een beetje gaan drogen hier. Deze
ook. Dit laat ik nu even drogen. Kunnen jullie straks zien hoe die geworden is. Maar ik heb al een gedroogde versie uitgesneden, omdat het anders een hoop tijd gaat kosten. Die ga ik er even bij pakken. Even de grote wisseltruc toepassen. Zo. Nou, ik heb vaak ben ik een avondje bezig hiermee met dit soort achtergronden maken. Dus ik heb best wel heel veel van deze budget plastic platen gekocht bij een budgetwinkel. En daar leg ik dan het volgende blad weer op. Of in dit geval gebruik ik het als onderlegger. Dan heb ik een aantal voorbeelden voor jullie te laten zien wat je met die leuke slimline mallen kunt maken. Je hebt deze mal. Die heb ik dus allemaal in elkaar gezet. Er is bijvoorbeeld ook deze. Die zit nog niet in elkaar. Die heb ik al wel uitgestanst. Ik zal zo de mallen er ook even bij pakken, zodat ik de nummers kan doorgeven. Zo. En die heb ik dus gemaakt met het achtergrondpapier wat ik niet zojuist heb gemaakt, maar als voorbeeld heb gemaakt. En dan heb je deze ook nog, die past weer daarbij, met de rondjes in de achtergrond. En dat ziet er dan zo uit. Envelopje zit erbij. Die heb ik hier in elkaar gezet. Maar die bestaat uit twee van zulke helften. En een flap. Flappen de flap. Die ziet er zo uit. Die plak je redelijk eenvoudig in elkaar. Dan de mallen. Die heb ik hier in een bottom-up zitten. Die pak ik er even bij. Je ziet al hoe gaaf dit ook kleurt bij kraftpapier. En dan heb ik hier nog niks mee gedaan. Ik heb mijn achtergrondpapier gemaakt. Ik heb het laten drogen. Ik heb het opgeplakt. Ik heb het uitgestampt. Dat bedoel ik. Voor de rest nog niks mee gedaan. Totaal onbewerkt. De stansen. Dat is bijvoorbeeld deze. Daar heb ik deze kaart mee gemaakt. Dat is de... Even kijken. Oh, hier staan ze allemaal. Nummer 36 tot en met 39. En heb ik ook nog... Blader. Deze, die is ook onlangs uitgekomen. Dat is die ticketmal. Ik zal hem even zo houden, kunnen jullie het beter zien. Daar is nummer SLESCD nummer 35. Dat is deze. Deze past ook in die envelop die bij die mallen zit die ik net liet zien. Dus als je ziet hier bij... Eruit. Plak. Oeps. Bij deze mal, daar zit dan ook hier deze buitenste. Dat is de envelopmal. Die gebruik je. Dit is de mal van de flap. En zo heb je dus een hele set om kaart plus envelop te maken. Plus label zelfs. Plus sluiting. Alles zit erbij. Die zijn echt heel leuk. En er zitten nog twee grappige malletjes bij. Daar ben ik ook een beetje mee aan de rommelen geweest. Iets maken mag je het nog niet noemen, maar rommelen mag je het wel noemen. Dat is dit leuke mapje. Die zit er ook. Dat is ook een van de sets. Daar zitten de kleine kaartjes bij. Om hierin te steken. Nou, die heb ik uit het mooie papier gestanst uit deze lijn. Heb ik. En dit mapje vouw je zo dicht. Daar maak je dus ook zo'n touwtjesluiting aan. Zoals al die enveloppen hebben, zit erbij. En dan heb je ook een heel leuk. Cadeautje krijg je als je dingen gaat lezen terwijl je. Ik ga zo vragen beantwoorden. En de laatste die erbij zit, dat is deze. Daar heb ik nog helemaal niks mee gedaan, alleen gestanst.
Dat is een soort dubbel envelopje. Die kun je ook dichtmaken. Dus weer met zo'n sluitingtje. En er zitten twee superleuke kleine kaartjes in. Die weer bestaan uit twee laagjes. Een achtergrondlaagje en een, of een voorgrondlaagje en een matlaagje. Hier ook. Heb je een met afgeronde hoeken. En die kun je dus dichtvouwen. Ook tot zo'n pakketje. Daar ga ik vanavond niks mee doen, maar ik vond het toch even de moeite waard om te laten zien. Geef een slokje koffie. Die is ondertussen aardig koud aan het worden. Even gauw opdrinken. Een slimlijnkaart, plak je die niet op een dubbele kaart? Ja, dat had gekund. Ik had deze natuurlijk ook nog op een dubbele kaart kunnen plakken. Maar je kunt hem natuurlijk ook gewoon zo beschrijven. Wat je ook kunt doen. Dat heb ik ook wel vaker gedaan. Is deze kant nog een keer uitstansen. Die binnenlaag. De achterkant plakken en dan kun je hier gewoon ook je kaart beschrijven. Het hoeft niet per se een dubbele kaart te zijn natuurlijk. Het kan wel, maar dat hoeft helemaal niet. Zo, ik had deze inderdaad uit kraftpapier gestanst. En deze bovenlaag, mijn achtergrondpapier, is dus uit het D-lines papier. En hierachter heb ik een of ander wit papiertje. Daar gaan we nog wat mee doen. Ik ga deze wegleggen. Ik ga deze wegleggen. En we gaan deze maken. Nou, als eerste heb ik nodig een blender toets. Kom hier. En de kleur A Rustic Wilderness. Deze nog even aan de kant. Deze ook. Want ik ga eerst hier wat mee doen. Het is bijna, voor mij in elk geval, ik heb geen 10.000 kleuren verschillende kaartstok in huis. En ik vind ook dat hoeft niet. Ik gebruik dat niet zo vaak op die manier. Ik heb wel heel veel wit. Want wat doe ik? Ik ga bijvoorbeeld straks met deze kleur Rustic Wilderness aan de gang op mijn achtergrondpapier. En wat doe ik als eerste? Ik zorg dat deze gaat matchen erbij. Dus... ik neem even een velletje, een onderleggervelletje, tegen het knoeien. Dat is een onderlegger op een onderlegger van een onderlegger, maar dat geeft niet. En dan heb ik deze kleur Rustic Wilderness, die toevallig vorige week meegepakt toen ik heel even in een Turbo Shop modus was. En wat ik daarmee ga doen, is ik ga die rand groen maken. Hoeft niet super egaal. Zie je straks toch niet meer. Hoeft ook niet het hele stuk te blenden. Alleen de rand is genoeg. Ik zal straks nog laten zien hoor, die knoopsluiting. Maar daar heb ik van de week ook wat hulp bij gehad. Ik zat ermee te hannessen. Ik denk, oh ja hoor, Eels die gaat weer met papier aan de slag. Dus heb ik gauw een berichtje gestuurd naar Anneke Voska. En die heeft mij fantastisch eventjes geholpen met hoe zij dat nou altijd maakt. Zo. Nou, dit is eigenlijk alles wat het is. Geen hogere wiskunde hoef je niet voor geleerd te hebben. Ik heb gewoon nu die rand. Dit kan ook gelijk weer weg. Kliedenpapier. Die rand, die heb ik die kleur van de Rustic Wilderness gegeven. En wat ik dan nu ga doen, of straks ga doen, is die twee op elkaar matten als ik deze klaar heb. Dan hoef ik dus niet 5 miljoen kleuren kaartstok te hebben. Ik doe dat lekker met inkt. Ik neem gewoon witte kaartstok. En ik kan hem altijd in de bijpassende kleur maken als waarmee ik op mijn achtergrondpapier werk. Ik vind dat handig. Andere mensen zullen daar best anders over denken. Dat mag van mij. Dan ga ik aan de slag met deze achtergrondstempeltjes.
nou ja, silhouet stempeltjes. Het zijn niet per se achtergrond stempeltjes, maar dat heb ik ervan gemaakt. Zo, die had ik hier. En dat is stamp 21. Zo. En met stamp 21 en verschillende kleuren Distress Oxide ga ik aan de slag. Uiteraard de Rustic Wilderness. Ik zal hem iets omhoog doen. Niet schrikken. Gaat hij... Oh, omhoog is de andere kant op. Dan heb ik iets meer werkruimte. Hoop ik. Zo. Ik heb een Peeled Paint. Die past er mooi bij. Ik heb de Old Paper. Die is heel... Oh, lekker, heel lekker buiten beeld. Old Paper. De Tea Dye. En de Vintage Foto. Zo, ik heb het hier allemaal nu even in beeld liggen. Dan kunnen jullie eventueel terugkijken voor de kleurtjes. Zodat ik niet steeds aan het beantwoorden ben welke kleur het is. En daarmee ga ik eigenlijk deze stempeltjes uitdelen en neerzetten. Ik zocht eigenlijk mijn babydoekjes. Die heb ik net weer ergens opgeruimd. Maar alles wat je opruimt raak je kwijt. Want die heb ik wel nodig. Oh ja. Best een logische plek. Zo. Nou, met deze stempeltjes ga ik eerst in de lichtste kleuren. Dus de Old Paper en de Tea Dye. Ga ik wat reliefjes stempelen. Neem gewoon maar wat iets grotere stempelblokje. Ik zal nog heel even voor de zekerheid. Ik heb ze vorige keer, toen was ik de babydoekjes ook al kwijt. Een beetje afdoen. Zo. Dus even kijken. Nemen we deze swirl, de grote. En die zet ik met Old Paper, zet ik die in. Ik kan mijn kliederblad er weer onder leggen, maar nu mag het allemaal wel even vies worden. Ik vind het even prima. Ik beïnkt mijn stempel. En ik druk die gedeeltelijk af. Het is heel erg licht, het effect. Dat klopt, dat weet ik. Nu druk ik op andere gebiedjes ook nog een beetje af. Hierboven nog een beetje. En van deze zie je eigenlijk in de witte gedeeltes het meeste. Nou, dan ben ik daar wel klaar mee. Dus de Old Paper, die kan met pensioen. Die mag terug in de doos. Goed, ik hou op. Dan ga ik verder met de andere lichte kleur, de Tea Dye. Die heeft een wat warmere kleur. En daarmee kan ik zo. Kijk, die zie je al beter. Zien jullie dat? En ik druk die eigenlijk een beetje, ja, toch wel een beetje random af op mijn papier. Je ziet er niet heel veel van, maar het geeft net in je achtergrond iets effect. Zo, nou. Dat, ik wil met die Tea Dye nog even proberen of ik hier wat blaadjes nog ervan kan neerzetten. Even kijken, want dat zie je dan hier het beste, denk ik. En hier. Ja. Net even wat meer effect nog in je achtergrond krijgt. Dan kan de Tea Dye, die kan weg. Die gebruiken we ook niet meer. Dan hebben we nog de Peeled Paint. Zo'n wat groenere. Kunnen we die grotere swirl misschien nog wel weer mee pakken. Even kijken. Die heb ik volgens mij in mijn voorbeeld niet gebruikt. En daar zal ik een reden voor gehad hebben. Maar hij is wel erg gelig. Dat is waarom ik hem denk ik niet gepakt heb. Zo. En als laatste. En die kleur gaat wel dominant naar voren komen. De Rustic Wilderness. Even deze kliederboel weghalen. En die Rustic Wilderness die gaat wel opvallen. Dan nemen we ook een iets opvallendere
hoe voor vanuit die serie. Zo, nou, zie je, die zie je goed. Dat laat niks aan de verbeelding over. Kun je ervoor kiezen om hem hier onderin bijvoorbeeld nog een keer af te drukken? Oh, zou ik dat nou eens doen? Waarom eigenlijk ook niet? Zo. Ik zet de stempels vaak aan de randen, waardoor die afgebroken raakt ook. Dat vind ik zelf een fijn effect geven. Er zitten ook die kleinere bij. Zo'n wat meer hoekstempel. Zo. Ik kan hier nog wel naast. En het moet ook niet te veel gaan worden. Zit deze er nog bij. Dit is een hele kleine. Daarmee kun je bijvoorbeeld nog wat kleinere stempels zetten. Maar dat ga ik eigenlijk pas doen als ik zo meteen over mijn layout eens ben met mezelf. Dit kan aan de kant. Dat was voor nu even het avontuur met de Distress Oxide. En de achtergrondstempeltjes die mogen ook even aan de kant. Dan pak ik de stempelset erbij waar de olijftakken en de vlindertjes aan zitten. En daar heb ik namelijk uit aquarelpapier heb ik ze ook een keer gesneden en geknipt. Dit is de stampset nummer 19. En die mag even daar gaan wonen. Ik heb ze daar één keer gestempeld uit aquarelpapier. En daarna uitgeknipt. En waarom heb ik dat nou gedaan? Om er een beetje mee te spelen. Wat vind ik nou leuk? Ik heb deze in het voorbeeld gemaakt. Dat is allemaal prachtig. Maar ik wil nu natuurlijk wel een klein beetje iets anders ook maken. Dus gaan we even kijken naar hoe of wat. En dat is dan zo handig hiermee. Dan kun je gewoon een beetje spelen. Met wat je hebt. Ik vind het dan toch wel weer leuker als het een beetje aan die rand zit. Het is handig om eigenlijk op dit moment je werk even droog te blazen. Kan ik je wel toegeven. Takje maar een beetje zo naar beneden. Kan ook nog een beetje oversteken over de rand. Dat geeft helemaal niks. Dat geeft ook wel een leuk effect. Maar hij snijdt hem af, want ik ga zo meteen direct op mijn achtergrond stempelen. Dus dat werkt toch niet. Zo. Ik vind dit ook wel geinig om het een keer zo te doen. Zeker omdat hier ook die lichtere vlek zit in het midden. Dat is weer wat anders dan wat ik in mijn voorbeeld heb gedaan. Deze tak... met de olijfbloesem. Ja, die vind ik zelfs wat groot om hem hier weer bij te gebruiken. Dan had ik een stickerboekje. Maar waar heb ik die nu heen gebracht? Het is echt ook om te huilen af en toe. Zoveel ruimte heb ik hier niet. Oh, hier. Hij staat gewoon keurig klaar. Ik kan gewoon niet kijken. Want yes, yes, yes. Er zit weer een stickerboekje bij. Dat ik verslind die dingen nogal met kaarten, met journalen, met van alles en nog wat. Nou, ik ben er wel redelijk over eens waar ik dus mijn stempels wil gaan hebben nu dit keer. Of zal ik het toch nog... Je kunt ook nog twee takken stempelen, hè. Als je dan bijvoorbeeld zo doen. Oh, dat is ook leuk. Dan krijg ik weer nieuwe ideeën. Als je het maskert... Nee, laat ik nou gewoon even, wat had ik die kleine hier? Waar had ik die grote daar? Sorry hoor, ik weet niet of jullie dat ook altijd hebben, keuzestress en hoe je dingen wilt hebben.
En dan denk ik, oh, dit kan ook nog. En oh, dat is ook nog leuk. Maar ik vind dit toch wel het leukste, denk ik. Nou, uit de tekstjes. Hier plakken we straks een tekstje. Kiezen we er eentje uit. Die plakken we op. Dit is JMA NA stick nummer 1. Stick van sticker. Om dat goed om te weten. Dan zoek ik mijn stempelblokje nog een keer op. Want als het goed is, passen al deze op. Nou, ik pak nog maar mijn grotere stempelblok. Waarom ook niet? Ik stempel die met een VersaFijn. En ik stempel die in één keer op mijn achtergrond. Je zou er ook voor kunnen kiezen, als je echt wit effect wil, om deze uit wit papier gewoon te stempelen en op te plakken. Ik heb alleen voor deze gekozen om niks op te plakken. Ik heb ze met een potlood wit gemaakt. Ik stempel mijn, dat doe ik liever andersom met zwarte inkt, anders krijg je van die vieze vlekken. Dan krijg je gauw te veel. Zorg dat mijn inkt goed verdeeld is. Ik haal deze weg. En dan plaats ik die stempel waar ik ongeveer dacht dat die moest gaan komen. Ik druk hem even goed aan. Heb je een stempelhulp, kun je die natuurlijk ook gebruiken. En deze stempels die stempelen op zich wel makkelijk af, vond ik zelf. Zo. Deze die kwam terug op het velletje. Dan gaan we naar deze vlinder die hier komt. Zo. Dan nemen we die vlinder. En als laatste het kleine olijventakje. Zo. Nou, zo is mijn stempelwerk. Het is nu nog minder sprekend als toen ik ze er in het wit had op had liggen. Je kunt er nu voor kiezen, op het moment dat dit droog is, om bijvoorbeeld met kleurpotlood te gaan kleuren. En test, test, Yvonne, ik zie test, test. En zo. Nou, dit ga ik even weer opruimen. Niet op de grond opruimen, dan valt mijn vlinder. Oh, hier. Stempeltjes niet meer nodig. Wat ik nu moet doen is hem wel even een beetje droog blazen. Normaal gesproken zou ik het aan de lucht laten drogen, maar dat gaat nu niet. Dus nu gaat alles lekker krom trekken natuurlijk. Dat zou je altijd zien. Als ik wil gaan kleuren, moet wel mijn inkt droog zijn, anders wordt het een vieze rommel. En de VersaFijn is een langzaam drogende inkt, maar hij is zo lekker zwart, ja, dat ik die altijd graag gebruik. Achterkant. Ik zie weer een beetje rechter. Dan heb ik hier volgens mij nog één vlek. Ik hou hem altijd zo een beetje tegen het licht. Dan kan ik zien of hij. Auw, heet. Of hij nog glinstert.
En wat ik dan als laatste vaak doe, is er even een wit papiertje overheen leggen. En even wrijven, oh, dat is merrie. Die afdrukken die zijn minimaal. Dan heb ik een wit lijtvast potlood. Niet lachen, hij zit in mijn penseelhouder. Oh, nee, dat is helemaal geen lijtvast potlood. Oh, dommerik. Is niet de lijtvast, maar waar heb ik mijn lijtvast? En die gek maken. Een wit lijtvast potlood. Even de puntenslijper erbij pakken. Zo. En met dat witte potlood ben ik wat highlights terug gaan brengen in die gekleurde. Ik zal hem weer zakken laten. Dan zien jullie ook wat ik aan het doen ben. In die stempel breng ik met wat wit, een wit potlood, een ander effect. Je kunt ze ook natuurlijk olijfkleur maken. Niemand houdt je tegen. Ik heb nu gekozen voor wit. Vond dat leuk. Nou, hier valt niet veel wit meer in te maken, maar toch maar een beetje. Het grappige hiervan is ook dat je achtergrond wat lichter wordt. En nog wel een beetje er doorheen schijnt. En dat geeft natuurlijk weer niks. Stieltje. En zo haal je dus die stempel met een wit kleurpotlood. In dit geval de Derwent Lijtvast. Haal je die dus weer mooi op. In de bladeren kun je streepjes zetten. Heb je nou je stempellijnen een beetje geraakt? Wat ongetwijfeld gaat gebeuren. Dan pak je een fijnlijner, een Copic liner gebruik ik eigenlijk altijd. Kun je de lijntjes weer een klein beetje terugbrengen. Kan overigens ook met een zwart lijtvast potlood. Dat met een scherp puntje datzelfde doen. Laat ik straks nog wel even zien. Auw, knak zijn mijn knie. En je ziet wel, dit potlood dekt heel goed. En met potlood vind ik het zelf mooier worden als met een witte marker. Witte markers die zijn wel erg nadrukkelijk aanwezig. Maar goed, als jij het met een witte marker wil doen, houdt natuurlijk niemand je tegen. Ja, dit doe ik bij alle stempeltjes. Ik heb ook geprobeerd, dat kan ook, om dit met bleek water weer terug op te lichten. Maar dat vond ik niet mooi worden. Kan dat ook met een pastelpotlood? Dat kan zeker wel met een pastelpotlood, maar pastel moet je daarna weer fixeren. En met een fixatief over je distressoxide geeft ook weer bijzondere effecten. Dat vindt hij niet zo leuk. Dus ik zou je dat niet adviseren. Want pastel veeg je uit, hè. Dus pastel in deze zou ik niet doen. Niet op je zelfgemaakte achtergrond. Het hoeft ook niet allemaal helemaal netjes ingekleurd. Een beetje highlighten. Dat is meer dan genoeg. Dan komen de stempels weer heel mooi naar voren.
effect is natuurlijk duidelijk zichtbaar op de donkere plekken. Maar deze die zitten toevallig op een wat lichtere plek. Op een wat lichtere plek, punt. Zo. Kijk, en hier bij deze donkere olijf, daar kun je straks goed zien hoe dat dan uitpakt. Want kijk, daar komt hij. Dus helemaal daar waar het donker is. Ligt hij dus super goed op. Het laatste hier bij het blad. En het steeltje niet te vergeten. Ik heb niet zo'n scherp puntje meer nu. Met een fijnlijner kun je nu de randjes wat bijwerken. Dat ga ik niet doen, dat scheelt Piet Peuterig. Dat zien jullie toch bijna niet. Natuurlijk, je kunt de olijven ook met groen potlood doen. Je vlindertjes wit. Je kunt de vlindertjes ook roze maken als je dat zelf leuk vindt. Grijs Neutral Grey Intense potlood. Deze die kennen jullie wel van mij. Want Ilse zou Ilse niet zijn als er niet een randje schaduw omheen zat. Waardoor de afdrukjes nog wat verder naar voren kwamen. Een randje langs de onderzijde. Dan hebben we een waterbrus. Om de schaduwrand dus mee uit te werken. Zo. Zit straks droog, komt die vlinder mooi naar voren. Mijn waterbrush doe ik eigenlijk altijd af aan mijn hand. Je mag ook een keukenrolletje pakken. Dat is voor de meeste mensen waarschijnlijk prettiger. Hier bij de olijven ook. Schaduwrand met grijs kleuren aan alle onderkanten. Ik doe hem dus niet helemaal rondom in dit geval. Mag wel hoor, moet je lekker zelf weten. Maar ik dacht, ik doe nu eens wat anders. In plaats van helemaal rondom. Heel zijn de schaduwrandjes. Dat ja, vind ik toch wel iets wat bij mij hoort. En dan heb ik nog niet eens spetters gezet. Hier zie je bijvoorbeeld ook weer. Hè, daar op die plekken waar ik die buff titanium in de groen heb laten lopen. Dat je dat ook wel echt blijft zien. Ik kleur nu even alles, dan pak ik zo de waterbrush en dan geef ik hem overal een aanzet met water. Ja, dat is gaaf hè zo. Het komt echt leuk naar voren door gebruik van simpel wit potloodje. En je hoeft niet te knippen. Voor alle mensen die samen met mij een hekel hebben aan knippen. Is dit weer een leuke manier, een fijne manier om dat te omzeilen. Dus mensen met moeilijke handen, mensen die gewoon knippen stront vervelend vinden, om het even op zijn plat Hollands te zeggen. Op deze manier kun je toch zorgen dat je stempels goed opvallen en hoef je niet te knippen. Schaduwrandje erlangs.
zodat het allemaal wat extra opvalt. Probeer wel met je water een beetje beperkt te blijven in de ruimte die je eromheen nat maakt, omdat je met oxide hebt gewerkt. Zeker hier zit ik midden in die oxidestempel. Dus dat vraagt wel een klein handigheidje, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik kan deze nu hier, kan ik heel die oxidevlek uitvegen. En dat willen we niet. De Daniel Smit, die vlek niet meer uit. Als je echt wil, kan dat wel natuurlijk, maar... Zo. Nou, deze nog. Ik heb heel weinig aandacht besteed aan jullie vragen. Maar ik lees ze altijd terug, hè. Ga ik zo meteen na de uitzending doen. Dan ga ik alles eventjes lezen. Kijken waar ik nog vragen gemist heb. En ik heb één penseel vergeten. Waar ik ook nog even graag bij stil had willen staan. Dus dat ga ik zo ook nog even doen met jullie. Zo. Nou, dit is wat het is geworden. Klaar? Nope. Nooit klaar. Oeps, dat was een acrylblokje. Die zag ik weer niet. Ik heb gewoon knalwitte acrylblokjes nodig of zo. Ik zie ze zo vaak niet liggen, maar ja, die zijn ook niet zo handig. Beetje vintage foto. De stressoxide. Langs de randen. Je kunt ook eerst de rustic... Oh, dat heb ik geloof ik gedaan. Eerst de rustic wilderness. Waar heb ik die? Ik had dat mooier gedaan. Hier zit al heel veel groen. Nou, eerst een beetje rustic wildernis. En dan de vintage foto. En waarom? Gewoon omdat ik dat leuk vond. De vintage foto smeer ik niet egaal langs de hele rand. Maar gewoon op een paar plekken. Dan krijg je net een wat speelser effect. Vind ik leuk. Zo, even een randje. Maakt het altijd net even wat meer af. En wat netter. Nou, blijf maar even hier liggen. Niet op mijn plank. Dan wordt die vies. Nou. En dan is het een kwestie van plakken op mijn zelfgemaakte, die nu ondertussen bijna droog is, zelfgekleurde kaartstok. En dan hierop, en dan heb ik niet eens fatsoenlijk tijd meer om jullie te laten zien hoe je die sluiting op die envelop maakt. Maar dat vind ik er nog wel bij horen, dus die penselen die verhuis ik dan wel naar volgende week. Ook leuk. Nou, hier komt nog een tekstje op het stickerboekje. Ik ga niet het hele stickerboekje nu doorbladeren op zoek naar een mooi tekstje. Maar het idee nu hiervan, die is echt wel heel erg duidelijk, denk ik. Even gauw een slokje, want dan ga ik toch nog wel even laten zien hoe je die sluiting maakt. Zo. Deze, die mag even hier. Dan heb ik de envelop in elkaar geplakt. Die is als volgt geworden. Het ziet er zo uit. Die kaart die kan daar mooi in. Maar dan is natuurlijk van jullie ook de vraag. Hoe maak jij die sluiting? Nou, ik heb van de week ook even aan Anneke gevraagd. Van, joh, heb jij nog tips voor mij? En die heeft mij ook de tip van de splitpen gegeven. Je kunt het met eyelets doen. Heb ik niet, want ik ben niet zo'n papierknutselaar. Ik ben meer van het tekenen, schilderen, mixed media. Eyelets, nou, ik heb toevallig wel zo'n apparaat staan. Maar die gebruik ik gewoon om gaatjes te maken. En nou, wat je doet, is je neemt vier van deze dingen.
van die cirkels. Die zitten erbij. Die vier cirkels, die plak je op elkaar vast. Zo. Dus je plakt er twee op elkaar. Dan kun je met distressoxide die cirkels ook nog weer een kleur geven. Of met gewone distressinkt, hè. Dat moet je lekker zelf weten. Volgens mij moet je lekker zelf weten, heel vaak gezegd vanavond. Maar dat vind ik ook echt. Je moet ook zelf lekker doen wat je zelf leuk vindt en waar je zelf vrolijk van wordt. Nou, dan heb ik splitpennen. Ik heb er twee. Die gebruik ik. Je kunt er dus ook een eyelet doorheen schieten. Maar Anneke die zei tegen mij van ik gebruik liever splitpennen. Nou prima, want die heb ik wel. En wat ik dan gedaan heb bij die splitpennen, omdat ze net even iets te groot zijn, die ik heb, heb ik even heel ordinair randje eraf geknipt. Vond ik beter. Vond anders van die lange dingen aan zitten. En zulke fantastische stevige splitpennen heb ik niet. Dus gewoon met een hele ordinaire schaar kon ik dat gewoon knippen. Ja, die moeten hier opkomen. Je kunt ze dus een kleurtje geven. Een stuk leuker. En dan met een klein puntschaartje die ik net heb opgeruimd. Doe je hier in het midden. Zet ik een prik ik een gaatje. En daar gaat dan die splitpen doorheen. En hier aan de achterkant vouw je die splitpen weer om. Nou, dit. Kijk, nou zit hij hier op. Dit staat natuurlijk niet zo leuk. Dus wat deed Ilse? Ja, wat deed ik eigenlijk? Heb ik dat überhaupt nog gedaan? Ik had het niet zien. Ik heb het dicht. Je kunt het zo laten. Ik heb hier nog weer een cirkeltje opgeplakt. Dat vond ik grappig. Vond ik wel geinig. Maar dat hoeft niet. Je kunt hem dus zo laten. Dan ga ik bij die andere kijken. Is het met dubbele? Ja. Nou, hoe ver wil ik die nu? Deze is iets lastiger omdat ik de envelop al heb dichtgeplakt. Dus ik markeer even een klein puntje. Dan zet ik mijn vinger erachter. Zo. Dan prik ik dat gaatje waar die splitpen in moet. Dan neem ik die splitpen en het rondje weer. Dan stop ik mijn vinger er weer achter. Zorg dat die splitpen erin gaat. En dan is het wel handig als die er één keer in geweest is. Dat je hem al een heel klein beetje openvouwt. Zo. Hup. Dan gaan we hem er weer terug in wurmen. Deze is wel iets lastiger nu, omdat die in die envelop zit. Daar zijn vast weer betere trucjes voor. De dames die al 100 jaar kaarten maken, die kunnen dit. En ik heb de motoriek van een ui af en toe. Nou, en dan ga ik hier aan de binnenkant. Dat kan ik dan voelen. Knijp ik die dingetjes om. Zo. En dan hebben we een touwtje. Heb ik hier nog liggen. Auw. Hoe knoop ik hem dicht met het touwtje? Ik laat een lang eind. Dan ga ik hier omheen. Ik maak een kruis. Ik ga er hier omheen. Zo. Strikje in het midden. En ik maak even een gewone veterstrik. En hij is helemaal leuk. Ik zag iets van een vraag van waarom geen designpapier? Omdat wat ik nou weer gedaan heb bij deze envelop is ik heb gestempeld. Met diezelfde stempels als
die ik hier op de kaart gebruikt heb. Zodat het allemaal leuk bij elkaar past. Natuurlijk kun je je envelop snijden uit designpapier. Of er designpapier opplakken. Of nog weer een deel van die stans. Want dat kan ook nog hier een deel van die stans uit designpapier halen. Die hier weer opplakken. Je kunt ze gek maken als je zelf wil. Met een envelop versieren. Maar mijn mening is ook wel een beetje dat een envelop blijft een envelop. En wat doen mensen? Je haalt de kaart eruit. En wat doen we met de envelop? Nou, ik durf het niet hardop te zeggen, dus ik steek er niet te veel energie in. Want meestal gaat de envelop natuurlijk gewoon weg. Dus dit is eigenlijk ja, je kan inderdaad die splitpen er ook in stoppen voor het vastplakken. Dat gaat inderdaad wel ongetwijfeld wel makkelijker. Maar misschien is het opmeten waar die moet komen dan weer lastiger. Maar ja, als je eenmaal een voorbeeld hebt met een gat erin, dan is het natuurlijk een kwestie van de volgende er gewoon bovenop leggen. Nou heb ik niet die superleuke penselen laten zien. En ik wil het toch doen, want ik heb me dat gewoon... Dit ging sneller als gedacht. Dus ik ga toch die gave penselen nog even laten zien. Want ik kan dat dan niet zo goed verdragen. Dat ik daar nou geen aandacht aan besteed heb. Terwijl ik dat wel bedacht had. Ik neem een aquarelpapiertje. Als mijn aquarelpapiertje tenminste uit de verpakking wil komen. Kijk, nou gaat zelfs het papier tegen mij. Hè? Dat is niet eerlijk. Zo. Dit is een A6'je van het D-Lines papier, maar het maakt even niet zoveel uit welk papier het is. Want het gaat om deze twee penselen. Dat zijn de Vario Tips. En met die Vario Tips, daar kun je zulke gave dingen mee doen. En ik had dat bedacht voor op mijn achtergrondpapier, maar dat moet je er nu maar even bij denken, want dat ligt te droog aan de andere kant van de kamer. Maar laat mij nu die Rare Green Earth nog een keer pakken van daarnet. En ik neem nu de breedste die ik heb. Dat is de Vario Tip nummer 12. Daar pak ik verf mee op. En je ziet al aan de haren wat daarmee gaat gebeuren. Daar kun je dus hele bijzondere penseelstreken mee zetten. Waarmee je hiermee dus gaaf blad kunt schilderen. Of allerlei verschillende swirls door elkaar. Pakken we die andere groen er ook nog even bij. Om het feest compleet te maken. En wat moet je hiermee? Nou, in je achtergrondpapier, ik heb er nu een heel klein blaadje gepakt, dat is eigenlijk weer niet zo heel slim, maar kun je hiermee dus hele gave, whatever, achterkant, ook bijvoorbeeld zelf swirls maken. Zo. Ik heb nu de kleinere gepakt, de nummer 8, omdat ik een klein blaadje heb. En je kunt er dus ook zelf mee aan de slag. Je kunt ook om je stempels heen gave strepen hiermee zetten. Dit zijn echt creatieve penselen die voor achtergrondtechnieken dus heel goed bruikbaar zijn. Alleen ik ben het weer vergeten. Dit is dus weer de bredere. Als je echt de punten gebruikt, dan krijg je dus dat harige effect. Of het gras effect. Hè. Denk aan, je bent iets met bloemen aan het doen. En je wilt gras. Nou, ik heb gras. Wil je een wat dekkender effect, dan hou je je penseel wat platter. En dan krijg je een wat dekkender. Je duwt er harder op, dan krijg je een dekkender effect. Maar ja, waarom zou je dit penseel nemen
om dit effect te maken. Pak dan een gewoon penseel. Dit penseel is juist gaaf om daar dus die strepen mee te maken. Om daar vuurwerk mee te maken, om daar gras mee neer te zetten, om, nou ja, noem alles maar op. Dat zijn dus de voor de penselenliefhebbers. Stel, scherp, doe het. Ja, de Da Vinci Vario Tip 1381. Als je daar op zoekt of je kijkt even bij de live van vanavond, dan kun je hem vinden. En ook deze, als je van zelf creatief achtergrondpapier maken houdt, kan ik je echt aanbevelen, zeker in het gebruik met aquarel. Dit was niet het meest spetterende voorbeeld, maar ik heb er nog wel eentje liggen als ik die heel gauw zie. Even kijken hoor. Ja, daar komt ie. Ook gemaakt met deze penselen. Door alleen maar cirkels, strepen in verschillende kleuren. Nou, hoe gaaf. Je kunt daar stukjes uitsnijden. Hier heb ik een bad, super gave slimlijnkaart. Je kunt daar echt hele leuke dingen mee doen. En dan heb ik stiekem toch nog heel eventjes, zonder te laten zien op mijn achtergrondpapier, stilgestaan bij deze penselen. Want dat zijn ze meer dan waard. En mijn grote penseel, die ga ik heel gauw laten drogen. Dat was dus deze. En zo heb ik in deze uitzending dus nou ja, ook wat leuks gemaakt met jullie. Maar ik heb jullie hopelijk ook misschien iets laten zien wat je nog niet in huis hebt. Nou, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Volgende week gaan we aan de slag met dat JMA journaltje, die kleine. Waar heb ik hem? Hier heb ik hem. En ook met aquarel. Met dezelfde kleuren. Want ik heb gezegd, dit zijn de kleuren die ik erbij uit heb gezocht bij deze JMA collectie. En dus als je volgende week bijvoorbeeld ook leuk vindt om misschien dat albumpje te gaan maken. Oh, die mag er best af nu. Om dat albumpje te gaan maken. Schaf dan die drie kleurtjes Daniel Smit aan. In combinatie met ook de watercolor ground. Stuur me desnoods een berichtje. Of later zal ik gewoon een boodschappenlijstje voor volgende week alvast plaatsen. Mochten jullie nou... dat is ook wel handig misschien. En anders zien jullie het volgende week. Het loopt natuurlijk niet weg. Dat is ook wel weer zo. Maar ik heb de witte watercolor ground er ook bij gebruikt. Dus die ga ik erbij gebruiken. En, maar dat ga ik volgende week allemaal laten zien. Anders dan blijft er niks meer over voor volgende week. Dus volgende week gaan we dit albumpje leuk maken. Ik weet nog niet precies hoe, wat en met wat. Ik weet wel dat ik dat met dezelfde kleuren Daniel Smit wil doen. Omdat dat gewoon prachtige kleuren zijn die bij deze lijn passen. En ik er heel blij van word, want het is groen. En... ik heb meerdere van deze journals. Ik heb al een roze, ik heb al een paars, ik heb een blauwe. Dus nu is de groen aan de beurt. Dus nou, tot volgende week. Bedankt voor het kijken. En ik zal wel eventjes voor volgende week dan een klein lijstje maken voor wie vanavond wil shoppen. Zodat ze volgend weekend aan de slag kunnen. Zal ik het wel eventjes erop zetten dan. Dan komt het goed. Nou, de groetjes. Fijn weekend. Tot volgende week.